Is het college bekend met problemen die onze burgers hebben met WMO-hulpmiddelen leverancier Welzorg? Heeft de gemeente in het lopende contract een boeteclausule opgenomen als er wanprestaties geleverd worden en is deze al eens aangesproken en ook toegepast? Overweegt het college om eventueel het contract met Welzorg op te zeggen in navolging van veel andere gemeentes in Nederland? Wij hebben met u geconstateerd dat de dienstverlening op basis van de klachten die ook het college bereikte, volstrekt onvoldoende was. We hebben daarvoor de directie op het matje geroepen, even plat gezegd. Ze hebben ons uitgebreid toegelicht dat daar wat hun betreft een verklarende reden voor was. En ze hebben daarin ook aangegeven dat op het moment dat wij het gesprek hadden, de problemen nog niet opgelost waren. Dus dat stelde ons op dat moment niet tevreden. Maar tegelijkertijd zit je ook een klein beetje in een spagaat. Want je kunt ook niet zomaar zeggen, oh, dan stel je aansprakelijk voor een wanprestatie. Dat kan op basis van, laten we zeggen, het burgerlijk wetboek. Daar hoef je niet een speciaal contract voor, contractclausule voor te hebben. Maar op het moment dat je een aannemer aan de dijk zou zetten, heb je nog geen andere. Dus je moet dan ook weer een aanbestedingstraject starten. Dus dat betekent dat je zo goed mogelijk met elkaar in gesprek gaat om te zorgen dat de dienstverlening zo goed mogelijk passend bij de omstandigheden van het bedrijf ook richting onze cliëntele tot uiting komt. En dat gesprek dat leidde in ieder geval tot een aantal constateringen, namelijk dat ze tijd nodig hadden en dat in het voorjaar, dus vanaf maart, de dienstverlening eigenlijk helemaal op vorm hun eigen bedrijfsfilosofie zou moeten kunnen gaan verlopen.